Mine's a small crib. Het is heel grappig, want we mogen dit dus al 15 jaar doen en wat we nu zien is dat er staan echt 3 generaties in de zaal en ik zie hier ook steeds meer hele kleine ventjes en kleine meisjes staan. Hoe oud ben jij? 14. En hoe oud ben jij? 8. Ik mijn oudste is 10 en die vraagt elke avond, mag ik mee? Ik zeg nee. En ik zeg, er staan geen kids zo oud als jij in de zaal. En bij jou klopte dat, dus dat ging goed. Ik maakte de fout. Maar heb je naar je zin vanavond? Ja, vind je het leuk? Kijk, is het niet te hard voor je? Nee, je staat net boven de speakers, hè? En dat is goed. Nou ja, morgen zal ik die dus meenemen naar de 13, denk ik. Yeah. En is het voorgoed verpest met hem. Hij is weer een grote rechter, een ego groter dan zijn vader. En zijn vader was het net aan het afleren. Je had net de eerste 10 jaar doorgemaakt en de laatste 5 jaar kon hij het loslaten. En dan zie ik het thuis weer gebeuren. Ik zie veel glimlachen, daar ben ik heel blij mee. Dat is heel goed. Thank you.
Ik zette het met mij in en ik bedacht op mij hoe ik op een goede middag reed naar Dordrecht. En in Dordrecht lag mijn neef. En mijn neef lag in, wij kwamen allebei uit Gorinchem. En mijn neef had het onvoortuinlijke dat hij niet zo gezond was als ik. En hij moest elke dag aan de dialyse al van een klein speetje aan. En elke dag moesten de nieren gespoeld worden. En er waren transplantaties en elke keer ging het weer net mis. En je weet hoe het gaat, tenminste bij mij ging het zo. Ik kom uit een Indische familie, uit een Nederlandse familie. En 20 jaar geleden kwamen die families. De ene club daar bij elkaar en de andere club bij die andere oma bij elkaar. En als ik nu kijk wat daar allemaal van over is, dan is er een dokter in hun ogen. Iedereen is zijn eigen pad gegaan. En ik zeker niet achteraan. En mijn neef, ik was altijd close met hem. Hij was iets ouder dan ik. En op een gegeven moment belde hij mij op. Nadat ik een tijd niet meer gesproken had. Ik moet ook niet hypocriet zijn. Ik denk dat ik hem een half jaar niet gesproken had. En hij belde mij op en hij zei... kan je even langskomen? En ik zei, ja tuurlijk. Zit jij van Den Haag? Via Rotterdam? Naar Dordrecht, om hier, ik weet niet hoe het ziekenhuis hier heet, maar hier is het ziekenhuis waar hij lag, omdat het helemaal niet meer goed ging. En hij werd gespoeld en hij werd nog een keer gespoeld. Het was klaar. Maar wat ik het meest heftig vond, en ik zie dat nu voor me als ik het jullie vertel, is dat ik aankwam in die hal en de schuifdeur waar hij lag in de open. En ik zag alleen maar mensen van, ik denk, nou, 70 plus. En daar midden in die zaal. Ja, midden in die zaal, ik liep op hem af en hij zat ineengedoken en hij zat en hij keek op en hij zag mij en ik zei, hey Johan. En hij zei tegen mij, voor mij hoeft het niet meer. Als het zo moet, als dit het is, dan wil ik nu, ik heb het zo lang geprobeerd, ik wil los, ik wil het laten gaan. En jongensjarig op 31 december. En ik denk, een paar weken nadat ik hem gezien heb, viel Johan uit zijn bed en is hier in Dordrecht overleden. En dat was het einde van Johan. Maar niet. Want dit liedje. Het gaat over niets minder en niets minder dan een prachtig mens en dat mens heette Johan van Kapel. En nu ik zo hier stond, sorry, maar ik wil hier helemaal niet meetrekken, maar ik dacht van shit, ik ben in Dordrecht, ik speel dit nummer hier en in één keer was ik daar. En dit is wat ik doe met muziek, bij ons is het, hey, het kan heel leuk zijn en helemaal daar, of we kunnen je ook meenemen aan de andere kant, maar het is wel waar. Dus ik weet niet hoe wij het gaan spelen, maar we maken het af voor Johan.